Vind ik ook pro, hè. We zitten nou bij Rijka, haar vriendinnetje. Vrienden, het is vandaag volgens mijn horloge, moet het nu wel de vierde wezen. Ja, want gisteren was het de derde toch? Ik moet toch even op mijn mobiel nakijken, want Sandra heeft hem weer goed gezet. Ja, 4 maart. Oké, het is vandaag woensdag 4 maart en we leven om 14:35, net 2:30 geweest. Ik ga straks lekker met Rijka eventjes lopen. Of ik nou de GoPro om moet doen of niet, ik weet het niet. Het is natuurlijk ook voor je veiligheid vanzelf. Dus ik zit er wel aan te denken. En hij is opgeladen, hij is leeg. Dus ja, ik zit wel aan te denken. Waar ik naartoe loop, ik weet het niet. Want ja, ik blijf toch meestal wel in mijn buurt van mijn huisje. Ja, ik weet het niet. Dan gaat mijn neus weer lopen. Oh jee, oh jee, oh jee. Oh jee, oh, daar heb ik niks. Ik moet de andere kant op. Oh jee, oh jee, oh jee. Ja. Waarom dat nou op momenten moet gebeuren dat je die kan gebruiken? Ja. Ja, ik weet het. Ah. Waarom is die gevallen? Weet ik ook niet. Nou, het zal. Een worst wezen. Ik leg hem hier wel even neer. Zo. Blijf jij daar even vanaf, Rijka? Hé, hey, jonge dame. Nou, eventjes weg. Nou, ik heb vanochtend ook al op mijn bed gefilmd. Want ik was met Rijka aan het stoeien. Aan het touwtje trekken met een handdoek. Ja. Dus dat filmpje staat weer op deze mobiel. Ja. Dus deze. Hetzelfde merk dan die. Enkel, hij is weer ietsje groter dan die. En ook natuurlijk beter dan die.
Maar daar heb ik mee gefilmd. Dat, ik hoop niet dat ik die vandaag niet vergeet met dit er allemaal bij elkaar te houden. Maar in ieder geval, ik heb jullie toen niet goedemorgen gewenst. Want het was gewoon even een filmpje tussendoor. Dat met Ratatouille was hartstikke leuk. Maar ik wens jullie nu dus wel even een hele fijne zonnige overgrote zon. Ja, heerlijk. Blauwe lucht, hier en daar een wolkje. Nou, dan kan de pret niet drukken. Ik heb gehoord dat het vanavond weer gaat regenen en dat het weer slecht weer gaat worden. Dus we gaan er nu nog van genieten. En ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Ja, met z'n allen genieten van het zonnetje. Want ze is er weer. Ja, en ze doet het voor ons hopelijk. Dus ja, ik zou zeggen geniet ze en geniet met ons. Want ik doe het gewoon om. Ja, waar ik naartoe ga, ik weet het niet. Het is niet doelbewust. Ze moet gewoon plassen en poepen. Ja, en in principe als het heel erg koud is, dan draai ik meestal wel weer om. Maar het is nou zo mooi weer, ik wil er ook van genieten. En tegen de kou kleed ik me wel eventjes goed aan. Ja, en ik was mijn ringetje kwijt gisteren. Ik zoek er zelfs buiten in de tuin en voor de poort. Want ja, ik heb dus handschoenen aan. Maar ik was hem in huis dus verloren. Hij is een beetje verfromfraaid, maar ik pas hem wel. Hij is een beetje aan de voorkant plat, maar dat doet er niet toe. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Dat ringetje was ik kwijt, maar hij is een beetje verbogen. Nou ja, nou past hij tenminste goed. Ja, dus ik laat hem maar mooi zo. Ah, ja, ik moet hem even denk ik andersom doen. Zo. Eigenlijk moet hij voor het mooie weer een beetje plat gemaakt worden. Maar dat doet mijn maatje wel, de goudsmit. En ik moet hem ook zeggen van ja, ik ben afgevallen. Wat doen we hier aan? De pinkeringen die beginnen te flobberen. De rest valt me wel mee. En als ik het koud heb, de duimringen ook. Ja, nou. Maar ja, het komt allemaal wel weer goed en ons moet weer aankomen en dat wil ik ook niet. Nee, ik weeg nu 70, 71 kilo. Ik zit te schommelen momenteel en dat vind ik ook weer niet leuk. Ik heb liever een standaard gewicht, dat ik niet schommel. Maar ja, momenteel schommel, ik kan er niks aan doen. Ja, nou ja, pech. Wie weet gaat het wel weer verder de goede kant op hoor. Ja, ik moet eigenlijk als het goed is. Beetje rond de 60 kilo wegen. Vanwege mijn rug is dat het beste. Ja, dan kan ik ook veel meer weer doen, etc. Maar ja, nu dus, nog niet. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Doe gewoon de koper om en die neem ik gewoon mee. Ja, je weet me nooit wat je ziet. Ja, toch? Ik vind het altijd zo leuk langs de waterkant hier, langs de gracht. Die vogels, nou. Rijka die denkt dat ze vliegen kan, maar dat gaat niet. Ze wilde graag achteraan, maar dat gaat niet, nee. Maar oké, als ik de kans krijg, dan zal ik dat filmen. Maar ja, heb ik de kans niet, dan gaat het niet door. En ik wil toch een, ja, ze hebben het weer over slecht weer. En ik hoop toch dat we ook weer eens een keer hogere temperaturen krijgen. Dat ik die handschoenen uit kan houden. Ja, dat is voor mij ook makkelijk om even die camera te pakken en te filmen. Dan moet je ook je handschoenen uit, want je moet het bedienen. Ja, dat werkt voor mij niet met die artrose. Maar ja, oké. Het komt allemaal goed. Ik zal ook, als het weer slecht weer gaat worden, ga ik alle namen even netjes overschrijven. En ik moet die gedichten nog steeds opzoeken, althans één gedicht. Die andere legt daar zo voor het grijpen. En ik moet zien voor een mooie bord bloemen, maar die zijn er nog niet. Nee, nee. Ja, giga duur, die ik niet eens voor mezelf zou gaan kopen, zo duur. Dat vind ik een beetje te soort van mijn geld. Ik heb mijn geld wel anders besteden hoor. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei doei!
zit ik dan in een andermans huis. Ja, ja, jullie hebben de route al helemaal gezien. Via de GoPro, hè. We zitten nou bij Rijka, haar vriendinnetje. Vriendinnetje loopt weg. Ik ga haar even volgen. Oh, ga je er mee? Hier, achter. Oh, achter me wordt er gezegd. Daar is ze. En hoe heet dat vriendinnetje? Bibi. Bibi. Hé, Bibi, hè? Ja, is het Bibi? Oh, goedje toch, hè? Is het Bibi, hè? Oh. Ja. Ja. En waar is Rijka nou? Zullen we Rijka gaan zoeken? Rijka. Rijka. Daar was Rijka. En Rijka ook helemaal blij. Hé? Nee? Oh. En dat is Ruud. Ja. Stel je even voor. Ik ben Ruud, hallo. Ja, dan kom je ook op YouTube. Ja. Dus ja, lieve vrienden, dat is het baasje van Bibi. En ik kon Ruud al een keer eerder. Hij is al bij mij geweest. Dus ja, hartstikke gezellig en leuk en aardig. En nou zit ik even hier ook. We kwamen elkaar weer tegen in de, weet ik veel waar. Oh ja, op de gracht al. Dus heel net meegelopen, leuk. Nog met een andere meneer gesproken, ook hartstikke leuk. Nog een andere mensen tegengekomen, allemaal leuk, lief en aardig. Ja, iedereen heeft het mooie weer in het houden. Dus ja, waarom niet? Er ging een tafel heen en weer. Ja, lekker spelen. Maar oké, lieve vrienden, ik ken hem niet helemaal uit, want ik zit met een tuig, dus ja. Schrik met apenzuur, maar het komt goed. Ik moet zo meteen ook nog in de richting huis, dus ik hou het gewoon aan. Ik drink een bakje koffie. En we gaan er straks gewoon weer vloggend verder. En ik doe ook mijn wandel-app weer aan. Ik had nou 1,96 kilometer gelopen. Dus ja, bijna 2 kilometer alweer. Dus ja. Zo dan. Ja, dat doet Bibi. Nee, dat lijkt eigenlijk. Nee, die komt tegen de koelkast en tegen de vuilnisbak aan. Nou, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Ja, Pieter, kom.